Goedemorgen, ik moet heel erg wennen. Dit is mijn nieuwe camera, mocht je denken waarom kijkt ze ineens heel naar boven. Ik heb een schermpje boven zitten, dus moet ik heel erg aan wennen. Het is vandaag Niels' verjaardag, hence de slingers en de achtergrondgeluiden. En het leek me leuk om vandaag alvast te beginnen met de vlog. En daarom leek het me leuk om vandaag alvast te beginnen met de vlog. En Niels heeft iets heel moois gekregen. En Niels, ga je het even laten zien? Ja. Zo. Lampen. Nou, laat maar eens even zien. Wat is dat voor moois? Een tentje, hè? En wat zit er in het tentje? Een tijger. Een Duplo. Muis. Oh ja, en de dinosaurus. Dus dat heeft hij gekregen, dit tentje. En dan ja, die knuffeltjes heb ik gewoon ingelegd. Die beer niet hoor, die had hij al. Maar het grijs knuffeltje al. En zo'n brontosaurus kussen. En dan heeft hij nog een, ik weet niet waar. En nog een of ander, ding van Duplo heeft hij gekregen. En we hebben natuurlijk tractaties gemaakt, want we gaan vandaag tracteren op het kinderdagverblijf. Ik heb dit gemaakt, moet even wennen hoor. En ik heb dit gemaakt, ik ga het even laten zien. Kijk, het zijn piratenbootjes. Wacht even, ga ik eentje uithalen veilig. Het is dus een bootje van een banaan met rozijntjes en dan een zeiltje. En dan, oh, de vlag zie je nu niet goed. Een piratenvlaggetje erop en hierachter zit ook nog een piratenvlaggetje. En dan heb ik witte zeiltjes en zwarte zeiltjes. Dus dat gaat zo mee. Ik weet niet hoe ik het ga vervoeren. Dus ja, dat is Niels' verjaardag. En daarna ga ik naar mijn werk. Het is nu 8 uur, dus ik ga zo... inpakken en wegwezen. Ik moet zo wennen aan het scherm erboven. Maar we hebben vandaag vanmorgen zo uit zo'n kaart gekregen met geluid. Dat vindt hij zo leuk. En ja, en ik ben heel benieuwd. Wat vinden jullie van deze camera? Het is nu natuurlijk nog donker in huis, dus ik kan het nog niet heel goed zien. Maar ik zie nu al dat het scherm veel scherper is. Dus ik ga ervan uit het beeld ook. Het is een Canon SX730HS. Het was een eindeloze missie, maar oh, hij is nu aan het rijden op de tijger. Nou, ik neem jullie de rest van het weekend weer mee. Goedenavond, wij zijn weer thuis. Niels heeft een hele leuke verjaardag gehad op het kinderdagverblijf. En hij heeft een mooie muts gehad met een, brandweerauto erop. Prachtig. En hij heeft allemaal leuke kaartjes gehad. En de buurvrouw had cupcakes voor de deur gezet. En een cadeautje en een kaartje. Super lief. Dus nou, hij is zeer verwend. We gaan zo Mexicaans eten. Zijn lievelings. En het huis was echt zo'n rotzooi. Dus ik heb net even vliegensvlug opgeruimd. Terwijl Sven aan het koken was. En Niels even rustig aan het spelen. En dan gaan we lekker eten. Zeg het nog even naar de bios. En ik ga denk ik iets ontspannends kijken. En de buurvrouw heeft dus ook gewoon voor ons cakejes gemaakt. Echt super lief. En Sven en Niels zijn nu even het vuilnis wegbrengen. En dan gaan we lekker deze cakejes eten. Ik moet echt nog zo wennen aan niet naar boven kijken. Het is zo gek. Normaal ben ik gewend zeg maar, dat het schermpje opzij zit. Maar nu zit het boven in mijn haar, is ook goed, zie ik. Goedemorgen, het is vrijdag. En Niels is nu naar het kinderdagverblijf, want daar vieren ze Sinterklaas. En Sven is hulpsint. En dat is super leuk. En dan komt hij gewoon om 11:30 met Sven mee. Ik weet alleen niet of Sven... Ik heb hem wel geappt, maar ik weet niet of hij dat leest. En ik heb en zijn fietsen staat er ook. Dus nou goed, voor hetzelfde geld wordt het een hopeloos plan. Maar ja, dat zien we dan wel weer. Maar ja, ik voel me ook niet helemaal topfit, moet ik eerlijk bekennen. Ik ben echt een beetje
verkouden. Ik heb met mijn werk heeft ook iedereen verkoudheden, buikgriep. Dus ja, ik dacht, het is wel even goed. Hè, mittens. Och, ik ben zo blij met mijn kamer. Ik ben echt zo benieuwd naar als ik de eerste beelden ga bewerken. Och, hij ziet er echt smashy uit. Hè, jongens. Ik heb wel mijn pyjamabroek weer aangetrokken. En een lekker groot vest. Wat enorm pluis, heb ik nu ontdekt. Hoor je mythes spinnen? Dus nou, ik ga nu boodschappen bestellen. Hé, Miep. Zo, ik zie hier een beetje koud uit, want ik ben net buiten geweest en ik ben jullie vergeten mee te nemen, dat wil zeggen de camera. Maar we waren even hierheen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dit is het Nijntjehuis. En daar hebben ze dan, in de winter hebben ze daar dan... Of was mij verteld om 5 uur door de mevrouw achter de balie. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Het bleek 5:15 te zijn. Begint er een soort, lichtshow. En dat is heel leuk voor kinderen. Dus daar zijn we even gaan kijken, maar we waren wel een beetje verkleumd. We hebben ook de hele tijd in die museumwinkel doorgebracht om de tijd te doden. Dus nu hebben ze wel mooie stickers gekregen. Maar nou ja, goed. Het was heel leuk. En nu... Man lief lekker aan het koken. Ik ga even een jongbroek aandoen. Is hij op? Ja. Even de kost. Ik ga even nieuwe stickers aan nog even. Niels zit het Sinterklaasje aan het kijken. Dat mag hij elke dag kijken. Dat vindt hij heel boeiend. Ik kan zijn gezicht ook niet laten zien, maar ik zal laten zien wie hij bij zit. Zo, maar hij beweegt niet. En we eten weer risotto. En dan wel, Niels vond het vorige keer ook heel lekker, dus we gaan er weer voor. Lekker chef. Wij zitten lekker op de bank, Niels zit lekker te slapen. We hebben echt in ons broek gepist, want wij lezen hem altijd voor. En ondertussen krijgt hij dan nog wat yoghurt met fruit. En, maar daarna ging hij ons voorlezen uit het boekje, dat was Woezel en Pip. Nou, het was echt hilar. We eerst moesten op de grond op kussens gaan zitten, toen moesten we... op de bank gaan liggen op specifieke kussens waar hij ons heen dirigeerde en ging hij voorlezen. En op een gegeven moment, we hadden het allebei niet meer, maar ik lachte zeg maar stil met de tranen in mijn ogen. En, maar Sven die moest hardop lachen. Maar het was zo aandoenlijk. Dan was hij echt, dat mag niet, je mag niet lachen. Hè? Dat was een serieuze bezigheid. En dan ging ik op een gegeven moment ook zo van... Nou, nu gaat het komen. Ja, het was echt hilarisch. We hebben er echt heel hard om gelachen. En hij was het ook een soort van aan het vertellen zoals het verhaal ging. Alleen dan een soort samenvatting per pagina. Maar het was echt heel schattig. Dus we hebben heel hard om gelachen. En toen is hij lekker gaan slapen. Hij had vanmiddag heeft hij echt lang geslapen. Maar ik had echt die even niet nodig gehad. Dus hij heeft gewoon lekker... Volgens mij is hij ongeveer 3 uur getukt. Nou, normaal maak ik hem echt wakker na 2 uur. Oh, maar meestal slaapt hij minder dan dat. Maar normaal zou ik maak hem echt na 2 uur wakker. Omdat het anders wordt het gewoon niks. Maar ik had nu echt die editie heel erg nodig gehad. Dus ik dacht, nou goed. En nu zitten we gewoon lekker Sven's de filmpje te kijken. Ik zit een beetje de voice te kijken. Ik had niet echt kracht voor een filmpje. Ik dacht, ik ben ook moe. Ik vind het wel best. En ja. Yeah. Rustig aan. Oh, Mitch komt even wat drinken. Je kan zien. Zie je er nou? Oh, daar. Oep, oep. Toch een beetje oefenen. Oh, ik hou het niet. Daar. Ja.
En mama is ook niet helemaal lekker. Maar ze dacht dat het morgen wel ging lukken met shoppen. Dus fingers crossed. En morgenochtend gaan we Niels' fietsje ophalen. Ik weet niet of ik het al had laten zien. Ik zal het even laten zien. Mama voelde zich ook niet heel lekker. En morgen gaan mama en ik voor hulp Sint spelen. En alle cadeautjes aanschaffen. Even kijken hoor. Nou, niet echt te zien denk ik. Het is in ieder geval een heel vet fietsje. Dus we kunnen morgenochtend ophalen. Dus dat gaan we nog even doen voordat ik met mama naar de stad ga. Dus heel bedoeld. Ik had vandaag een plaatje aan Niels laten zien. Zei hij, oh mooi. Dus ja. En that's it. Voor vandaag. Ik zie jullie morgenochtend weer. Oh, ik ben zo benieuwd naar de camerabeelden. Goedemorgen. Het is zaterdag en ik ben me aan het opmaken. En end of an era, mijn Anastasia denkbeeldpotloodje is op, zeg maar. Ik wilde hem nog een keer gaan slijpen, maar toen dacht ik wel, hij gaat eruit vallen. Dus hij is helemaal leeg. Maar gelukkig heb ik al een backup. Dus ja, even opmaken en dan gaan we Niels Wies ophalen. Goedemorgen, wij zijn in Leidse Rijn. Ook had een goedemorgen gezegd. Wij zijn in Leidse Rijn. We gaan Niels' fietsje ophalen. Hé Niels? Kijk Niels, trein. Daar. Hij wil altijd als Sven erbij is, wil hij getild worden. En Sven doet dat ook altijd. Nou, daar zit hij op zijn fiets. Supermooi. Dit is de mosgroene Veloretti. Daar is ze heel blij mee. Wij zitten even te lunchen. We zijn druk aan het shoppen. En we zitten bij Anna. En dat is allemaal vegan en dat soort dingen. Dus tenminste, dat er zitten allemaal vegan opties bij. Dus we gaan even lekker lunchen. En nou, we hebben hier heerlijk lunch. Hier heb ik de stad. Oh, ik wilde hier. Oh, ik dacht al. Even op zoek naar Hans voor me. Dus we gaan eventjes. Oh, we zijn niet. Zo, wij zijn weer thuis. Ik heb lekker mijn trui aan. En ik hoor Niels aankomen, dus gaan we even lekker knuffelen. Ik denk dat hij wel koud is, want het is heel koud buiten. Het was best wel een stuk fietsen. Nou, we zijn redelijk goed geslaagd, dus dat is mooi. En het is nu een uurtje of 4:30. Dus rond 6 uur komen de boodschapjes. En dan gaan we daarna lekker eten. Rustig avondje verder. En morgen natuurlijk zijn verjaardag, dus dat is leuk. Goedemorgen, het is zondag en vandaag is een hele leuke dag, want we vieren Niels' verjaardag met mijn familie. En ik was even het toilet aan het schoonmaken. En toen heb ik even de kalender gedaan. Ik wist niet of ik hem ooit aan jullie heb laten zien. Ik weet dat ik hem op Instagram heb laten zien, maar ik laat het toch nog even zien. Kijk, dit is hem. Hij is van kleingeluk.nl. En het is echt een superleuke kalender. En in december is dit leuke ouderwetse Volkswagen busje met een kerstboom erop. Is toch leuk? En ondertussen ben ik zoals elke zondag wasjes aan het draaien en dat soort dingen. We gaan natuurlijk even goed opruimen. Want het is echt een rotzooi nu, maar we hadden er gisteren geen kracht voor.
gaan we zo even doen. En dan, nou ja, komen vanmiddag komt al het bezoek. En ja, dat is het eigenlijk. Mannen gaan even de taart halen, terwijl ik het huis even aan kan maken verder. En nu ziet er echt heel schattig uit. Ik ga het even laten zien. Niels, kom eens. Ja. Kijk, even mooie handschoenen aan. Mooie. En een... Kijk, zo Niels. Oké. Zeg maar hallo. Hallo. Ik heb een mooie muts op. Ik heb een mooie muts op. En wat heb je aan je ving, aan je handen? Schoenen. Handschoenen, ja. Ja. En wat heb je nog meer aan? Een muts. En een muts. En goed zo. Nou, wat ga je halen met papa? Een taart. Goed zo. Zeg maar doei. Doei. Wij lunchen met wat restjes. Niels had net al gegeten, maar die ziet ons eten, dus die wil ook nog wat meer. Zo, het huis is lekker aan kant. En nu nog eventjes zit ik het trouwens zelf aan als vorig feestje. Zijn vorige verjaardag. ja, ik ga nu nog eventjes gewoon lekker een serietje kijken totdat de mensen komen. Ja, zo leuk spel wat heb je nu? Welke heb je? Is dat de beer? Ja. Yes. Wat is dat hier? Oh, de mooie dag. Zal maar kan dan, Niels. Die kan toch? Niels, die kan dan. Absoluut de andere kant erop. Zo, ik ben in ieder geval niet de eerste die er van buiten gaat. Ja, het gaat gewoon door hoor. Het gaat niet uit. Ik ben echt naar één rondje op duizend. Ja. Nou, de verjaardag was een succes. Het is nu echt een ongelofelijke rotzooi, dus ik ga eventjes een beetje opruimen. Net al even wat afgewassen en de rest in de vaatwasser gedaan. Sven is aan het koken. Nou, het was een groot succes. Niels was helemaal in zijn sas en hij heeft heel mooie cadeautjes gekregen. Hij is helemaal blij, maar hij is echt uitgesteld. Ze hebben me even achter de tablet gezet met wat eten en dan kan hij even een beetje landen voordat we gaan straks even lekker voorlezen en dan misschien nog even badden of zo en dan naar bed. En ja, dus het was leuk. Ik zal even laten zien. Hij heeft dit gekregen. Duplo Around the World heet het. Je kunt zien. Allemaal beestjes. Nou, dat staat hier nu allemaal uitgestald. Ik heb een Amerikaans aangetrouwd nichtje, zeg maar. En die heeft dit boekje gegeven in het Engels. Een leuk kleurboek. En dit is ook heel leuk. De meeste mensen hadden meegedaan met het grote cadeau, dus die Duplo. Maar mijn tante had dit nog gedaan. En dat is zeg maar zo'n plaatje. En dan heb je allemaal van die rondjes. Die moet je er dan opleggen. Ook heel leuk. En dan nog een snijplankje met fruit wat je door midden kan snijden. En groenten. En nog een politieauto. Dus ik kan niet genoeg politieauto's hebben, zeg ik altijd. Nee. Hij heeft nu best wel veel Duplo-dubbel. Duplo-dubbel. Hij heeft nu best wel veel Duplo-dubbel, maar weet je, maakt het niet zo uit, want hij speelt daar gewoon mee en hij ziet niet dat het dubbel is. Of hij nou twee politieagenten heeft of één. Dus volgens mij is dat alleen maar prima. En nou ja, hij vindt ouders leuk, dus dan heeft hij twee politieouders, dat is helemaal goed. En hij heeft ook nog andere met diertjes, dan heeft hij ook nu dubbel. Helemaal prima. Dus nou, we gaan even het laatste beetje opruimen en dan Niels en Beth en dan lekker zitten, want we zijn wel een beetje gaar nu. Zo, wij hebben het heerlijke maskertje gedaan. Dit Dr. Van der Hoog crème masker met hyaluronzuur. En nou, nu met helemaal schone, gehydrateerde huidjes gaan we lekker in een schoon, net opgemaakt bed. Een afleveringetje van Stranger Things kijken. Of misschien wel twee, hangt er een beetje vanaf.
Dus ik ga de vlog afsluiten voor vandaag. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Ik heb niet super veel gefilmd denk ik dit weekend. Maar soms zijn kijk maar aan. Soms is dat zo. Ik zie jullie heel graag volgend weekend weer bij een nieuwe vlog. En volgens mij komt er ook woensdag een extra video. Dus dan zie ik jullie ook heel graag. Oké, doeg!